opening van de Vlindertuin te vieren. En de Vlindertuin staat eigenlijk voor onze samenwerking voor de Wensboom en de Vlinder, Basisschool de Vlinder. Ik ben een hele trotse directeur, trots op de collega's, op de kinderen en datgene wat we met elkaar willen en al gepresteerd hebben. Allemaal van harte welkom. Allereerst de kinderen natuurlijk, want de Vlindertuin is ook voor jullie. Alle ouders van harte welkom. Wij zijn de afgelopen jaren al heel hard aan het samenwerken geweest met Kornkids, Yggdrasil, maar nu de Wensboom. En dat doen we al heel lang heel vanzelfsprekend. En de Vlindertuin is dus een tuin van de Wensboom samen met de vlinder. Ja! Alle vlinders! De Vlindertuin is geopend! Een katholieke basisschool. En waar zijn wij trots op? We zijn heel trots op dat we een doorgaande lijn hebben. Dat we in elke groep op dezelfde manier werken. Dat kinderen wel van klas veranderen natuurlijk na een schooljaar. Maar niet van werkwijze veranderen. En dat is niet omdat het moet, maar omdat we dat allemaal uitdragen. En daar ben ik heel trots op. Vroeger waren we natuurlijk gewoon kinderopvang, kindercentrum en de basisschool. Dat zijn we nu nog steeds. Maar in de loop der jaren hebben we onze samenwerking gewoon heel erg versterkt. We hebben nu een peuterspeelzaal met een doorlopende leerlijn. We hebben een tussenschoolse opvang die door pedagogisch medewerkers van Kornkids en door de leerkrachten van de Vlinder worden gedaan. We hebben een voorschoolse opvang natuurlijk, de naschoolse opvang. We hebben een nieuwe peutergroep, de Kleine Kunstenaar, dat is in de Vlinder. En zo is onze samenwerking gegroeid en daar zijn we ook heel erg trots op. Dus vandaar de gezamenlijke naam. Een van mijn lang gekoesterde wensen gaat in vervulling. Namelijk dat basisscholen veel meer moeten samenwerken met opvang. Waarom is dat belangrijk? Ik denk dat we het onderwijs anders moeten inrichten dan vroeger. Daar ging je naar school van 9 tot 3:30. En je moeder zat thuis. Mijn moeder zat thuis met een kopje thee. Veel ouders werken. Delen hun dagen anders in. Spraken van continu werk. Dus ik denk dat het goed is dat je onderwijs en opvang afstemt. Ook op de wensen van de ouders. Dus je moet open zijn. Van 7 tot 7. Niet te lang. Van 7 tot 7. Genoeg. En dan moet je ervoor zorgen dat kinderen, als ze dan om 7:00 worden opgehaald, in ieder geval kunnen zeggen, we hebben een hele leuke dag gehad. En niet van hoe was het op school, maar ik heb een leuke dag gehad. Het is ook voor ouders heel erg fijn, want ze weten waar ze de kindje kunnen brengen. In principe al met 0 jaar zou het kunnen. En om 7:00 ochtends tot 7:00 avonds. En eigenlijk hebben ze er bijna geen omkijken naar. Sommige kinderen kunnen we naar zwemles brengen, sommige kinderen brengen we naar judo. Dat zit eigenlijk allemaal in de Vlindertuin. Leren heeft natuurlijk ook wel iets van dingen leren, rekenen, taal. Maar ik denk dat als je dat echt allemaal wil toepassen in de praktijk, ja, dat noemen wij spelend leren, informeel leren. Kinderen leren natuurlijk veel meer dan alleen maar tussen die 9:30 en 3:30. Maar kinderen leren de hele dag. En als je dus opvang en onderwijs kunt combineren, ja, dan zijn we allemaal winnaar. Ik ben een blij mens. SICO bestaat inmiddels uit 10 scholen. We hebben er 7 in Schiedam en 3 in Vlaardingen.
En vanuit een visiedocument wat ik samen met Ida Drachtstra van ComKids heb opgesteld, hebben we eigenlijk zeg maar de uitgangspunten geformuleerd. En iedere school is nu bezig om, want ComKids is dan wel onze partner, om met mensen van ComKids afspraken te maken en hoe richten we dan alles in en hoe organiseren we de dag. We zijn er nog lang niet, maar dit is in Schiedam een fraai begin van het ontstaan van een kindcentra. Vroeger was het school. Ik denk dat we toe zijn aan een ander woord ervoor. De tijd verandert. Ik denk dat we in de toekomst moeten gaan spreken van een kindcentrum. Ik heb hier voor de Vlinder het lied gemaakt, voor de Vlindertuin. In verband met de samenwerking tussen de Vlinder en ComKids. En ik heb een bestaand liedje van Zang Express herschreven voor de Vlindertuin. Dus de directie heeft mij input gegeven voor het lied. En daar heb ik een heel nieuw lied van gemaakt. En het was te gek. De kinderen hebben het echt supergoed gezongen net. En het werd heel goed ontvangen. Dus daar ben ik heel trots op eigenlijk. Ik geef in verschillende situaties geef ik les. Ik geef les op scholen. Ik heb ook mijn eigen kinderkoren, Villa Voice. En dat is in Schiedam en in Vlaardingen. De Kleine Kunstenaar is een kunst- en cultuurgroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. En die mogen bij ons spelenderwijs de beleving aangaan door veel te knutselen sowieso. Maar we gaan ook peuteryoga, peuterdans. We gaan naar musea, naar theater. We hebben peutergym, schrijfdans met de kinderen. En een prachtig atelier hier waar we met de kinderen vooral veel kunstenaars technieken uit gaan proberen. Het is niet de bedoeling dat de kinderen gaan leren hoe een kunstenaar heet en hoe die eruit ziet. Het is puur dat ze de technieken gaan uitoefenen en dat ik de kinderen gewoon van alles aan ga bieden. En dat ze van alles gaan beleven en op die manier veel gaan leren. Het is sowieso heel erg belangrijk voor kinderen om de artistieke expressie uit te beelden en te gebruiken, waardoor ze later op leeftijd, vooral als ze bijvoorbeeld naar de basisschool gaan, de zelfcorrectie, de zelfexpressie. Het is gewoon heel erg belangrijk voor zelfbeheersing ook om dit soort dingen te doen. De verbindingen in de hersenen die worden beter aangegaan en ze zijn beter in staat om te leren. Dit is een nieuwe groep. Ik ben gisteren gestart met eigenlijk 3 kindjes. Helaas had ik 1 ziek kindje al de eerste keer, dus ik had 2 kindjes. En daar hebben we al peuterdans mee gedaan. We hebben muziek gemaakt. Er gaat ook af en toe een muziekleraar of lerares die komt hier met een muziekinstrument en die gaat wat verschillende dingen laten horen aan de kinderen. Dus het wordt wel veel, maar wel heel speels allemaal. Hoi, ik ben Lisa en ik speel bij de Kleine Kunstenaar. En gisteren waren er al 2 vriendjes. Ik heb met de kinderen peuterdans gedaan. We hebben gedanst dat we vlinders waren en rupsjes. En we hebben geschilderd, mooie kunstwerken gemaakt. Sta ik er goed op? Ik vind dit wel heel erg leuk hoor, op de camera. Ben ik in beeld? Kan je me zien? Oh, wauw. Ik wil wel optreden hoor voor je, want ik kan heel goed zingen en dansen. Maar ik kan heel mooi schilderen. En ik wil wel een schilderij zoals Mona Lisa. Want ik heet ook Lisa. Haha. Komen jullie ook bij mij spelen? Want ik wil wel nog meer vriendjes hoor. Bij de Kleine Kunstenaar.